Goedemorgen, Urbanus. Dag meisjes. Zeg, hij noemt ons nog meisjes. Urbanus, december wordt een stresserende maand voor jou. Denk ik. Ik weet dat zo niet. Spring ik gewoon op het podium, gelijk als op een giraf. Gelijk als 11 jaar geleden, want je gaat een paar keer in het Sportpaleis staan. Ja. Het is 11 jaar geleden, zeg, dat je nog eens echt op een podium gestaan hebt voor een zaalshow. Wel, ik heb 4 jaar geleden nog eens in het Sportpaleis gespeeld met die Urbanus Fobiscum. Ja. Jean Bluiten had daar een soort tribute georganiseerd. Maar ik moest dan zelf ook meespelen. Allee, wie speelt er nu mee op zijn eigen tribute? Maar allee, het geld was op waarschijnlijk. Ja. En dat kan dat ik hier en daar zo heel sporadisch iets deed. Maar zo'n echte show die ik gerepeteerd in mijn hoofd heb, nee, dat is inderdaad 11 jaar geleden. Omdat het zo begon te kriebelen nu? Wel, hoe is het gekomen? Het was samenloop van omstandigheden. Ik was 2 jaar aan een stuk bezig met die film die ik met Frank van Passel zou maken. Je moet dus allemaal naar het varken van Madonna gaan kijken. Zwaar? Dan gaan we echt de sfeer voelen. Frank kan dat als de beste. Dat is heel poëtisch en lief en humoristisch. Maar we hebben de financiering niet rondgekregen. Want het was dus echt wel een dure film naar Belgische normen. We moesten 4 miljoen euro hebben. En meestal maken ze tegenwoordig een film voor 2 euro en een leeg blikje en een leeg cola blikje. En we hebben hem dus in de frigo moeten steken. En dus daar was je lang mee bezig en daarom kon je niet optreden? Dan ineens kwam dan een zee van tijd vrij, want ik zat al langer te denken, ik kan misschien weer gaan optreden. Maar ja, als die film was ineens zeggen, ja, we kunnen beginnen, ja, dan gaat het ik niet, zat ja. een beetje vast. Hè. Dus en doordat Frank en ik gezegd hebben, kom, we gaan hem even in de frigo steken. Kan je het nu? Zeg, Urbanus, wij waren hier daar straks zo bezig. Wij kennen dus effectief al jouw platen. Mm-hmm. Ik ben gespecialiseerd in de jaren 70. Ik de jaren 80 Katrien, meer. Ja, in de jaren 80. Maar ken jij die nu nog allemaal? Of moet je daar nu echt voor repeteren? Wel, in het Sportpaleis, dus de basis is wel een beetje een soort best-of. Of toch best-of, wat ik best-of vind. maar alle sketchen er rond... Die heb ik allemaal nieuw verzonnen. Okay. Ik vind, als humorist vind ik het moeilijk om daar iets te staan doen dat de mensen van hun plaat kunnen mee opzetten. Allee, dat is fantastisch. Ja, nee, dus ik begin daar wel mee, maar het neemt dan toch altijd een andere bocht. Je wilt toch wel een beetje voor de verrassing. Ik wil de mensen verrassen. Dat wordt tegenwoordig alsmaar moeilijker, want iedereen... Je toont je kop en je wordt opgenomen en het staat op YouTube. Dus ik vind dat heel ambetant dat mijn visuele dingetjes al gaan verkocht zijn. Zeg, maar weet je wat ik uit de jaren 70 zo fantastisch vond? Dat was dus een show. Je kwam daarmee bij ons in geel. En op het einde van de show zei je dan tegen de mensen, het is gedaan, je mag allemaal naar huis gaan. En iedereen schoot dan in de lach. En dan zei jij zo van, ja, maar het is echt gedaan. Ja. En op het einde ontplofte dan iets, hè? Ja, dat was omdat ik niet echt een einde... Maar je mocht naar huis gaan. De eerste keer dat ik dat vertelde, dat was een optreden in de gevangenis van Leuven. Oei. Ik zei, van, het is gedaan, je mocht allemaal naar huis gaan. Ja, Urbanus heeft het gezegd. Zeg, Urbanus, in deze show, die 16, 17, 22 en 23 december in het Sportpaleis gaat doen, zitten jouw best-of dingen... Maar eigenlijk zou jij van de Radio 2-luisteraars ook willen weten wat zij het beste vinden, hè? Ja, ik wil echt wel weten wat dat de mensen graag... Ik ga natuurlijk mijn goesting doen, maar ik ga zien wat dat de parallellen zijn. Ja? Ik ga natuurlijk niet mijn flauwste nummers gaan brengen. zo zot ben ik niet. Maar wat zou je dan concreet graag willen weten? Ja, dat de mensen een soort top 3 of zo maken. Mm-hmm. En als daar bepaalde nummers door iedereen gevraagd worden, ja, dan zit dat er natuurlijk in. Hè. We gaan dat voor jou organiseren. Wat verwacht je zelf eigenlijk? Heb je daar een idee van? De kinderen die zullen voor Rikketik of Hittentit. Ja, dat zal er wel tussen zitten, denk ik. Dan de meer... De ander die het zo meer van de ontroerende dingen hebben, misschien... Ja, Fronsken en Fronsken. Of zo. Dat is ook weer een boterham van 6 minuten. Zeg. Ja, ik heb er ook nog eentje klaarstaan dat mij zeer gepakt heeft uit mijn kindertijd. Maar eerst toch even vertellen. Dus vanaf nu kan je via radio2.be stemmen voor jouw beste sketch, jouw beste liedje en jouw beste one-liner van Urbanus. Zeker eens surfen naar radio2.be, want als je dat doet, dan word je misschien wel uitgenodigd voor zijn show daar in het Sportpaleis. En je krijgt misschien ook wel een gesignaleerd gesignaleerd. Dat is al om te gebruiken in een van jouw sketchen. Een gesigneerd exemplaar van een van zijn strips. De winnaars die worden bekendgemaakt op 19 november in En Nu Serieus. Dus zeker meestemmen op radio2.be.
En mag ik dan nu vertellen, Urbanus, wat ik het beste vond van jou? Ik ga het eens laten horen. Ik kende het niet. En dan valt het ineens stil. Oei. En dan komt er nog iets. Dat is zo'n blote. Ah, wel, het is fantastisch, Katrien. Het gaat over een heel klein jongenske dat niks mag van zijn mama. Moeke Medelij. Urbanus, veel succes in het Sportpaleis. Dank je wel. Ik ga heel groot vervelen. Ik mag niet buiten gaan. Treintje in de zavel spelen. Ik heb mijn blauw kostuumpje aan. Maar ik liever in Adams kleedje en ravotten overal. Dan niet erg zijn ik een beetje zwart en vuil zijn als ik val. Waarom moet ik binnen blijven als het zonnetje schijnt zo geel? Stoute mami altijd kijven als ik even buiten speel. Zij altijd zeggen ik is stout en buiten veel te neig te koud. Maar ik niet koud, ik altijd warm, ik is sterk zijn als gendarm. Slaag gekregen van ons moeke naar een slof. Ik heb borstelke gevegen heb je naar een tulpenhof. Ik heb sigarettenpaksken uit ons pas een broek gepakt. En gans de boel op mijn gemakske me kool toe aan een geplakt. Maar als ik niet buiten mogen, dan strijk ik de kamertrap van onder tot de gans van boven vol met pis en vol met kak. Of anders pak ik een banaan en duw ze in het sleutelgat. Of klop ik met mijn telleraam al de dikke nijtjes plat. Ik blijf hier toch niet binnen met dat blauw kostuumpje aan. Ik op twee stoelen klimmen en ontsnappen langs het raam. Dikke vlag gevallen en een suikertand kapot. Maar dat niks, ze waren alle van het snoepen scheef en rot. Ik lieg hier nu in de patatten, ik viel van de buitenkant. Mijn jasje is al vol me spatten, jippie, dat is plezant. Want mij dat toch niet kunnen bommen, dat mijn jasje is kapot. Ik gekregen van de bonneke, zij toch toverrek zijn zot. Sprietjes van het gras en ik klop letsend met mijn beide polletjes in de waterplas. Ik giet water in mijn mouwen en steek modder in mijn zak. Ik heb mijn broeksken opgevouwen omdat aan mijn beentjes plakt. Duizend borsten en fopsbeentjes, daar komt moeder woedend aan. Het is spijtig van mijn korte beentjes, anders zou ik lopen gaan. Moeke het precies erg menen, zout haar handjes in haar zij. Ik zal maar al beginnen wenen, dan ons Moeke Medelij. Alle kindjes opgelet naar wat met mij gebeuren gaat. Nu vlieg ik zeker in mijn bed tot morgen vroeg of morgen laat. Heel groot vervelen, ik mag niet buiten gaan. Treintje in de zavel spelen, ik heb mijn pyjamaatje. Schitterend, hè? Blijft toch een van mijn favorieten van Urbanus. Wat is jouw favoriet? Laat het weten dus via onze site, via radio2.be. En wie weet kan je jouw zelfgekozen sketch wel gaan bekijken daar in december in het Sportpaleis.